Weer al maandag, we weten allemaal wat dat wil zeggen. Een nieuwe podcast voor live comedy. En uh, ja, ik heb nu een beetje het gevoel dat er een wonderkind aan mijn tafel zit, maar dan in de gedaante van een volwassen man. Het is in elk geval eentje met heel veel Pit, denk ik. Ik heb nog nooit in persoon ontmoet, dus dat is ook oké. En voor elk maatschappelijk probleem lijkt het wel, hij heeft altijd een plan, precies. Logisch ook dat hij nu ook in de politiek met zijn vuisten op de tafel gaat slaan. En ja, ik presenteer je De Winter, Stefan. Hallo. Goedenavond. namiddag. <laughs> ja, misschien toch politiek en dan De Winter horen, dat is misschien een achternaamsverandering of zo. Ja, dat, is, dat is al onmiddellijk een stap vooruit. Hè. Dat is, is dat makkelijk. een stap vooruit? Dat is een makkelijke binnenkomen. Ja, ja. Makkelijke binnenkomer. Mm -hmm. ja, ik zeg dat nu wel, uh, maar we zullen het nog niet bij uw huidige carrière-switch houden. We zullen nog eventjes over uw eerste liefde babbelen, want dat zit een beetje ergens anders. Hè? Maar het, ik ben, uh, ben polyamoureus. Bij veel liefdes, ja, hè? ja, ja want ja. Ik, zeggen, ik kan het zo niet op één liefde prikken. Het is echt veel ditjes en datjes. Ja, ik ben iemand die, die zijn inkomen verzameld van duizend kleine dingen en dat vind ik heel fijn, ja. Ah, ja. En wat, kan je ergens zeggen waar het dan gestart is, waar er een zaadje geplant is? Ik denk dat het absoluut begonnen is, als ik een jaar of acht was, met te gaan zingen in het schoolkoor bij ons <laughs> in Aalst. Ja. ja, en dat heb je nog lang gedaan, hè? Tot mijn 22e heb ik gezongen in Cantati Domino in Aalst, ja. Cantati Domino in Aalst, alleen zeg. Ja, zing voor de heren, ja. ja. Ja, en je zegt nu ook al Aalst, het straf dat je je levend zit na vorige week, of ben je niet zo'n carnavalsfielder? Ja, absoluut, absoluut. Ik heb Absolute. mij bijzonder goed geamuseerd. Ik heb uh, liters gedronken en het was ja. een heel fijne driedaagse, vierdaagse. Ja, het was... Dus je lichaam is uh, in staat van een binding geweest en nu een beetje terug aan het Nee, ik recupereer bijzonder snel. Ah, ik heb uh, ja. een gigantische lever die dan echt alles absorbeert, sorteert en weer herproduceert. Ja. <laughs> Dat soort geeft die uh, compost hoop. Ik ben een wandelend containerpark eigenlijk. Ah, ja, ja. oké. Okay. Altijd wel referenties naar uw, naar uw projectjes in elk. geval. Hoppa, <laughs> Al die bruggetjes worden hier gewoon uh, vooranden gegeven. Maar we zaten dus bij waar het oorspronkelijk gestart is, het koor. Daar is het echt uh, een beetje begonnen. Ja, de, dan leerden we op het podium staan, dan leerden we wel wat dat gevoel is om, om voor mensen iets te brengen. En ik was dan op mijn tien jaar ben ik denk ik solist geworden in het koor. En dan geeft dat nog een keer een ander gevoel door vooraan te moeten gaan staan. En, mm. en dan trokken wij de wereld rond om overal te gaan zingen. Ja, lijkt mij heerlijk. Ja, wij waren echt wel... Uh, wij waren wereldtop hè, in die een tijd. Ah, ja. Nu is dat uh, weer aan het opnieuw opbouwen, maar wij zijn op een bepaald moment echt wereldtop geweest. Ja. En tot waar ging dat dan? Wat ah, ja, je als, als, als de mensen van de Lord of the Rings dan vragen, oh. dan kijk willen jullie komen mee Wauw. Ja, maar dan zei onze dirigent, nee, dat doen we niet. Nee, dat meen niet? Ja, absoluut. Dat gebeurde <laughs> dan dat, niet? Dat, dat doen we niet. Nee, dat gaan we dat niet is te commercieel, het. jongens. Als we die ja, aan wij top waren, moeten gaan... Uh... Ja, wij waren vooral bezig met, met religieuze muziek, ja. Mm. Met, met oude barok of, of Vlaamse polyfonie, of, ja. Ja, tot Mendelssohn. of Soms ook moderne muziek, Bernstein. Ja. oh ja, oké. Okay. En voor uh, Lord of the Rings, daar, daar, kon, geen, daar kon muzikale De de enige film, van, film dat dan... we toen uh, geholpen hebben, was uh, Bij Dans van Stijn Konings. oh ja. Maar, la, ja, <laughs> maar ja, dat ook was... legendarisch in zijn ja. genre. Dan, ja, absoluut, ja. Ja. De hoofdrol was ook wel iemand christelijk, dus dan kan het wel. Alhoewel, bij een ander kantje. Dus, uh... Ik weet niet hoe dat... Dat zijn persoonlijke sfeer zit bij Jan de Kleijer, maar hij speelde op die moment wel de christelijke man, maar toch ook met een hoek af. Ja, met een hoek af, is dat, dus dan kan het nog wel. Een typisch Naalsterse katholiek. Ik moet nu wel eerlijk zeggen dat ik dat zo niet bij uw persoon had gezien, zo een koor, een kristel. Ja, maar dat is frappant, dat is eigenlijk grappig dat in Naalst de hele muziek, zien eigenlijk dat daar ontstaat of ontstond. In de jaren negentig, waar jij zo allemaal gasten die er allemaal in groepjes en rockgroepjes en dat soort gedoe, mm. als je dat dan herleidt, de kern daarvan komt altijd uit zo'n koor. Dat is ah, ja? dat is bijzonder grappig. Ja. Ja. De grootste rockers van al, uit onze jeugdsfeer zo, die kwamen uit het koor. Ah, dat, is, dat, is, uh, dat is heel frappant, maar dat is eigenlijk dus een bodem van creativiteit ja. en ook van toewijding. En, en, ik heb er eigenlijk wel meer geleerd dan op school. Ja. Hij ah, ja, zo wat meer discipline ja, discipline. Ja. Ja, heb, dat op is... tijd komen wat ik, ik niet van... <laughs> Ik ben er als echt na ADHD'er en zo. En dan, dan leerde dat wel. Ik heb dat was eens repeteerd. Ongelooflijk elke ja. ochtend van half negen tot. Nee, van, van half acht tot half negen. S'middags van half één tot kwart na één. Van vier tot vijf. En op zaterdag van negen tot twaalf. Ja. Dus je zet ongeveer een zestien tot achttien uur per week aan het zingen. Ja. Ja. Alleen maar, ik zou denken dat AD, ADHD'er van zoveel regeltjes en dingen zou flippen. Of zo. ja, wel, maar zo is, ja, maar dat is ook wel overgestructureerd. Dat is heel dus fijn. Dat goed. En ik kon misschien tijdens als we als een optrader konden we dat wel zien, denk ik. Dat iedereen heel mooi kon stilstaan en dat ik dan echt van links naar rechts begon te wiegen of zo. Maar jawel. Maar, maar ja, ja, Beweeg het communicantje, ja. zo, dat waren jij. Ja, ik was die na het zesde leerjaar door, door meester Bart. Altijd werd naar buiten gestuurd om de broodjes te gaan halen. Ja, voor, voor even wat lucht te nemen en oh ja, op moment, te zetten. Op die moment voelde dat u vereerd. Ja, ja. Ik mag dat u doen. En dan achteraf besefte ah ja, het was gewoon omdat ik waarschijnlijk gewoon te druk was. Ja, ja, ja. even uw energie kwijt, ga jij maar de broodjes ja. halen. en ja. is geregeld. Ja, en uw recente project, <laughs> <laughs> dat, kan, dat kan ik niet wegdenken. Hè. Het is in het nieuws geweest en zo. Hè. Ik heb het al vermeld, de politiek in. Ja, 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 ik ben, ze hebben, ja. Het is per ongeluk gegaan dat ik nu op de lijst sta van de VLD, Open VLD voor Oost-Vlaanderen, voor, voor het Vlaams parlement. Per ongeluk parlement. gegaan. Ja, per ongeluk gegaan. Het is, het is, ik, ik, ik werk al jaren met verschillende politiekers samen, of met mijn kabinet. Als je dingen organiseert, moet je toch altijd via de politiek gaan. Mm. Als je in de kathedraal iets wilt organiseren, of je wilt op straat spelen, en dan moet je altijd ja. overleg plegen. Kan dat, kan dat niet. En. Uh, dat interesseert mij al ook, gigantisch. Ja, interesseert ook mij al in. gigantisch. ja, maar los van elke partij. En dan, en dan af en aan groeide daarin. En dan wordt de vraag zo gesteld, zie je dat niet zitten? En dan dacht ik, ja, ik heb eigenlijk wel een mening. En ik ben vooral enorm bang om verzuurd aan de zijlijn te gaan staan. Ah, zo, oké. Okay. Dus dit is, dit is een moment om dan voorop te gaan en iets, misschien iets te veranderen. Ja, ik denk dat je... je kunt, ja, misschien iets te veranderen of gewoon te voelen dat het in elkaar zit en daardoor hm. misschien minder verzuurd te zijn. Hm. Dat kan ook zijn. Het hoeft niet... Ik wil natuurlijk dingen veranderen, absoluut. In alle eerlijkheid, ja, graag heel veel. Mm. Ik zou het liefst mijn eigen ambt in, in de politiek misschien zelfs afschaffen. Of verminderen, <laughs> snap je? Ik vind dat politiek is een zeer log groot gegeven. En nu wil ik eigenlijk van daaruit gaan proeven van... Hoe komt dat dat, dat zo log is? En... Ah, ja. en... Kan dat efficiënter. Ja. Je, je gaat van binnenuit beginnen stoken. Zo. Maar ja, stoken is het woord niet, maar ik weet, het is, het is, als, als, als gewone burger daar, zit je daar naar te kijken en mm. denkt: allee, hoe komt dat nu? Ja. Wat, hoe zit dat nu? Dus in nu elkaar? zelf al je potje gaan roeren om de verbrande rust van op de onderkant ja, ja, ik, te ik, gaan Ja, ik, ik, ik ik de kans is bijzonder klein dat ik zal verkozen worden. Ik zit wel hoog op de lijst oh, op de ja. vijfde plaats. Maar, uh, ja. Daarvoor moet de VLD enorm nog stijgen en uh, moeten ze zes zetels binnenhalen. Ja, klopt dat. Zes zetels moeten ze binnenhalen. Uh -huh. Want het normaal gezien... de, de lijstduur. Is Herman de Kroot. Die gaat sowieso een zetel hebben. Dus uh, moet ik dan van een gans de lijst die volgt, moet ik dan het meeste stemmen hebben. Ja. Maar ja, we zullen oh, zien. Je zie, ik zit er al mee bezig geweest. Hè? Stel die voor. Ja, maar moet, ja, dan moet je toch weten he, dat ze in elkaar <laughs> zit. Ja, ik, heb, ik heb gewoon ook een mening over veel dingen. En ik zeg niet dat mijn mening de juiste is. Het is gewoon een nee. mening. En dan, op café gaat het zo vaak over politiek en dan denk ik ja waarom en, en vaak ook zeer boeiend. Mm. Ik kan die praat, ik zit ook regelmatig op café, <laughs> dus ik kan die meningen dat gewoon tussen het volk zitten kan ik wel kan meenemen. Oké, okay, cool. Ik ben is ook niets mis mee. Het is, het is gewoon boeiend. Maar nee, niet... ik vind wel gewoon ook, um, van waar je komt en op zich, inderdaad, de projecten die je doet, die hebben altijd wel zo'n maatschappelijk kantje. Hè. Dingen aankaarten die in de maatschappij misschien soms al zitten of zo. Corrigeer mij als ik niet juist ben. Maar dat lijkt er altijd zo wel ergens. Ja, iedereen. iedereen, iedereen te hangen, je he? kunt niet iets doen dat niet in de samenleving zit. Dat gaat nee, niet. Nee, Iedereen nee. heeft met iets in de samenleving. Maar je kunt u bezig? U wel bewust of iets bewuster iets aankaarten. En dat, dat lijkt me. Nee, dat wel... mij lijkt het een heel boeiend avontuur om nu tegemoet te moeten stappen. Nee, het, is, mm. het is nog maar sinds uh, eergisteren gecommuniceerd. Nu moet er slogans bedacht worden. Ik, uh, <laughs> ja. Oh nee, een foto. Dan moet je zo'n foto. Heb maar ik al het, genomen. Ik, foto. Ja. Wat heb je gedaan? Hopelijk iets origineels? want anders oh nee, ik heb de mag, ik de Otto Ik mag nog eigen, ik mag nog eigen foto's maken. Dus uh, ja? ik ga nog eigen foto's worden nog geproduceerd. Nu was de klassieke VLD foto is al genomen. Snap ik ook. Wacht, wacht. Zo, hoe gaat dat dan? Zo, de schouders een beetje zijwaarts, hoofd in de lens. Ja, zoiets? absoluut. Ja, dat is ja, waar ja. wat ik zeg. Hè? Maar ja, het is ook dat je erop staat. Ik, sta, ik heb dan niet het klassieke witte hemd aan en de blauwe blazer. <laughs> Snapte? Die zijn er natuurlijk veel in de VLD, maar ook in andere partijen. Ja. Maar ik had gewoon ook een Marcellicon aan en daarover een hemd. Gewoon simpel. Ja. Ah, ja. Gewoon een jeanshemd van de Lidl voor 9,99 euro ja. de dag ervoor gekocht. Voilà. Ah, voilà. Dan weten ze het ook ineens. En dan smeulende blik in de lens en klaar. Ja, maar ik. Ik zuig werkelijk de camera, dus dat viel goed mee. <laughs> nu zijn we heel benieuwd naar hun officiële foto voor de VLD. Maar wat aan mij dan vooral. Allee, ja, je bekend kleur zo precies, dat is het ding. Dat ja. je daarvoor zei: ik kreeg je er wel veel mee te maken, maar dat was los van alle partijen en dingen. En nu moeten ze echt naar voren schuiven: van, voilà, ik sta nu voor. Dat lijkt mij zo zeker ja. binnen zo'n vakken zoals zo, of binnen uh, de sector waarin, waarin je al je projecten naar voren schoof. Ja, snap ik volledig wat ja, je bedoelt. Ja, toch? Moet, maar het, is, het, is, uh, het probleem is niet dat je kleur bekend vind ik. Het probleem is dat je dat mensen nu altijd in een vak kunt duwen. Sowieso. Dat is het. En als je artiest zet en op straat speelt en veel circus maakt en dat soort gedoe, dan, dan worden sowieso bij rood en groen geduwd. Laat ons daar eerlijk in zijn. Hoezo? Uh, waar dat... Wat bedoel je? <laughs> Alleszins niet bij NVA of Frans, want... ja. En ook niet bij het Vlaams Belang. Maar uh, ik voel me dan, ik word dan zo. Voor veel mensen van de samenleving ben je dan ook zo de overgesubsidieerde. Blablabla. En dat... ik wil ook gewoon een ondernemer zijn. Ja. Weet je, ik sta niet toevallig, ik heb. Ik heb voor lager onderwijs gestudeerd. Nadien naar het conservatorium gaan studeren. Mm -hmm. En uh, ik heb elf jaar lesgegeven. En dat zo heel langzaam afgebouwd. Ondertussen is de rest wat aan het opbouwen. Zelfstandig in bijberoep. Om dan die. Voor mij een heel grote stap te zetten van nu ga ik volledig voor mijn zelfstandigheid. Ik ben daar heel trots op dat ik dat heb kunnen doen. Ik ben nu echt super fier eigenlijk dat ik mm. volledig zelfstandig ben. Ik ben helemaal geen rijke burger. Je mocht mijn jaaromzet zien. Dat is ja. niet fantastisch. Ja, maar ik kan daarvan van leven. Doen. Dat is geweldig. En daar ben ik heel trots op. Maar ik heb er ook wel hard aan gewerkt om daar te staan. En je bent eigenlijk ook constant bezig met projecten op te starten. Die u binnen volgend jaar nog werk geven of binnen twee jaar nog werk ja. geven. Het gaat niet vanzelf. Het is wel heel fijn, want het voelt niet als werken. Dat geef ik wel toe, ja. omdat uw omdat passie is. Maar, maar het is wel hard werken. En dan wil ik daar ook wel zo. Hela, hela, ik, ik werk daar wel voor. <laughs> Snap je? Dat is niet, niet gratuit allemaal. Ja, oké. Okay. Ja. En vind ik het fijn om mij dan als artiest toch. Als, vooral ook als ondernemer te kunnen profileren. Want ik heb hetzelfde gevoel bij cafébazen die dag in dag uit hun best doen. Mm. En als die het vijf maanden laten slapakken, mogen ze ook hun café dicht doen. Weet je, dat, 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 gaat gewoon, dat is gewoon. dus bij. Bij de kruidenier op Noekas, die je zegt van ja, ik ga geen verse slaan meer kopen, ik ga die twee dagen langer laten liggen en dat hij niet in zijn eigen vuilstijd om die slavig te zijn, dan is het ook gedaan. Ja. Dus altijd werken. Ja. Ik, hem, ik, ik zie dat ook gewoon graag, mensen die van hot naar herkros, jij komt hier ook gewoon, je Frank bij verdienen, mij hier nu een podcast is op te niet pakken. Nee, maar ik kom met u oprecht een babbel te doen, denk ik ja, ben niet maar... geïnteresseerd in hem. Je... Ja, maar dat is toch heel fijn, Zo werkt dat het, is, dat is, ja. dat is, dat is Mensen sprokkelen en ik vind het heel boeiend en. We leven in een wereld waar dat volgens mij in dit en tien jaar meer dan de helft van de bevolking gaat drie, vier jobjes doen, denk ik. Mm. Ja. En gaat misschien veel aangenamer zijn. Ik hoop dat toch? Mm. Ja, inderdaad, dan zit jij wel echt ervaringsdeskundige, hè? Dat is zo. Ja, ja. Ik, heb, ik, heb gedaan, ik heb het gedaan. Hè, zo voltijds lesgeven. Ik vind dat heel fijn. Ik heb echt heel graag lesgegeven. Ik geef nog altijd heel graag les. Ik mis dat ook enorm. In welke vakantie Ik stond, ik gaf, Ik ben lager onderwijzer van opleiding, en ik heb lesgegeven in het buitengewoon onderwijs bij kinderen met een matig ah. tot zwaar mentale beperking. Ja, ah, oké. Okay. Stevig. Um, wacht, ik zal eens eventjes. Goed zo. Ja, dat is, uh, dat is ook wel stevig. En dan zie je inderdaad misschien meer de effecten van alles natuurlijk, hè? Ja, ja, dat is... Uh, dat baart mij ook nog het meest van alle zorgen zo. Als ik nu in de politiek ook ga en dergelijke, is dat omdat ik, omdat ik naar de wereld kijk en dat ik mij enorm zorgen maak over hoe dat wij omgaan met onze ja. zwaksten. Ja. En, uh, maar ik geloof dan niet in het complete sociale principe waarin dat we aan alles moeten gaan, dat, dat werkt ook niet. Mm. Dat, dat, dat heeft geen zin. Volgens mij moet je een bepaald ondernemersmodel eronder zetten en dan daar goed voor kunnen voor zorgen. Ja, alleen ik ben benieuwd. Van wat dat je allemaal gaat kunnen... Allee, eerst moeten we dan de stemmen afwachten. E eerst het stemmen afwachten. En dan ook, maar dan ook denk ik wel dat ik mij bij de partij wel... Actief zal... kan inzetten. Actief kan inzetten, gewoon. Als je kunt meedenken, vind ik het al heel fijn. Dus, dus als je aan de basis zit en dat je daar kunt ideeën mee, ja. meegeven, lijkt me dat een enorme uitdaging, ja. Allee. Allee, spannend. Ja, zeker. Spannende zeker. tijden. Hoe lang wist je het eigenlijk al zeker dat het zover was? Eigenlijk twee weken. Oh là. dat gaat Maximum. snel dan. Ja, maar ja, de, er wordt een lijstvorming gedaan en dan uh, wordt het op de lijstpositie genomen. En ik had ook gezegd van, kijk, wat ik wou. Ja. Hoe uh... oh, gaat het alvast zeggen? <laughs> maar ja, ja, nee, maar ik ik, ik, ik ik geef ook toe dat ik op een bepaald moment, als je beslist van kleur te bekennen, weet mm. ik ook dat ik ik, ik stel mijzelf daardoor ook zeer naakt op. Mm. Hè, gegeven. Dus dan moeten ze er ook wel iets voor terug. Ja. Voilà. Geven. Dit is die. Is niet dat ik, dat ik een doorwinterde VLD-er ben? Doorwinterde vld er. Oh, oh la, la. De winter. Uw slogans gaan hier nog uit kunnen komen. Moeten we eventjes helpen? Anders om ja, we ja, een beetje te breken. Ja, we daar juist al. We waren, ik en Pepijn waren er hier al over bezig. Pepijn en? zit hier ook aan tafel. Ja, maar... ja, ja Pepijn trouwens heeft een glansrol deze keer. Hè. Ga nog komen. Hè. Ja. Ja, nu doet hem nog zo wat. Oh, spannend. Was ja. hier, maar komt zoiets. Ja. Ja, ja, dit is heel fijn. Hè. Ik zit nu nog echt zo. Oh. Wat zijn de voorwaarden van een goede slogan? Moeten men een auto kunnen voorbijrijden? Ik wil toch, toch een statement maken? In ja, een paar zijn we er woorden moet binnenkomen. Ja, ik, uh, ik, ik, ik wil zoveel zeggen. Zoveel in een paar woorden. Ja, eigenlijk wilde wil ik wil bijna op elk bord een andere slogan. <lacht> <lacht> er is geen geld voor, er is geen geld Maar dat marcheert ook niet. Dat nee. Op de duur is iedereen in de warm. Ja. wat is zijn verhaal nu eigenlijk? Ja, wat wil je voilà. me eigenlijk vertellen? Ja. Maar er waren al een paar voortbeelden net ja, gekomen. Ja, tot nu toe vond ik het mooiste, maar ja, dat is zo. Ik heb thuis het een lijstje <laughs> gemaakt gisteravond, er zit een brainstorming. Maar zo brainstormen, ik ken het met een bakblauwe chimé, gewoon gezellig brainstormen. Mm -hmm. uh, ja, het leukste wat ik nu vond is eigenlijk: uh, Stefan, de winter, uw vriend zonder schild. Uw vriend zonder schild. Diep, man. Is toch schoon. Ja? ja. En ook een statement maken, ja. 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 Allee. Maar dat wordt hem waarschijnlijk niet, want anders hebben we nu al voor... Maar dat kan toch... Mag van alle... Ja, dan, waarom niet? Kan hij. Nee. Misschien is het een primeur. mij. Oh. Uw vriend zonder schild. Oké. Okay. Ja, het ziet nog wel staan eigenlijk. Het bekt ook goed. Ja, hè? Ja. Uw vriend zonder schild. Ja. Een goede steek onder water naar een paar ja, mensen. Je wel, ja, dat weet je wel. Nu, je zei het er net al, ik ben een goede ervaringsdeskundige, jarenlang ook wel in, in, in het onderwijs gestaan. Mm -hmm. Maar je ziet hier vooral vandaag, denk ik, allee, ook wel daarvoor, dat is allemaal heel tof, maar wij hebben vooral naar jou kunnen kijken in al jouw projecten. Ja. Propera. De propere opera. Ja. En uh, Verdamte spielerij. Uh, ja. Dat zijn allemaal wel zaken waarvan de mensen jou voornamelijk kennen, denk ja, ik. Ja, vermoedelijk wel. Ja. Vermoedelijk wel, ja. De Propera is een, een, een heel klein project geweest. Je maar een paar jaar zo hier en daar festivals hier en daar, gedaan. Ja. Ja. ja, Pukkelpop, en wat was het allemaal? Ja, Pukkelpop en dan festivals in binnen- en buitenland, zo meer straattheaterfestivals. maar dat is op zich niet zo gekend geworden, omdat. dat... Uh, dat dan een interventie was, dus dat stond ook nergens niet aangekondigd. Dus dat, dat was... stond ook niet in de programmaboekjes, dus nee, daar... Anders echt gewoon... valt dat in het water, dat concept. Ja. Ja, ja, ja. Dat was wel heel fijn. Ja. Ja. En uh, dat was er dan uiteraard, die verdamte spielerij is nog bekender, eigenlijk. Hè. Dat is echt wel. Ja, dat zijn zes kameraden. Dat is eigenlijk in dezelfde periode dus dat ze wat gestart, met de propera en de spielerij. En de propera was toen een concept van Kurt de Frank. Hè? Modest van in Roza. Uh, die heeft mij dan wel, ik moet dan wel zeggen, dat die, zo, die heeft die wereld voor mij opgetrokken. Dat is zo zonder oh ja. hem had ik, had ik dat nooit niet zo professioneel kunnen ervaren hoe dat, ja. dat in elkaar zit. En dat is dan wel de basis geweest dat de Spielerij daardoor is kunnen gaan doorgroeien. Ja. Ja. En wij waren gewoon zes, ja, wij waren zelfs geen zes kameraden, in de Spielerij, wij waren gewoon, wij, ik kende de helft. En samen, niet. absoluut. Ja, ik kende de helft niet. Ja. Ah, oké. Okay. Dus Thomas en Roeland hadden al een kwartet gehad. De, het jaar ervoor op de Gentse feesten, en die speelde een klassieke saxofoonkwartet. En op het moment dat die gingen rondgaan met het dan liep iedereen weg. <laughs> dus het jaar nadien hebben ze gezegd, we moeten een concept hebben waar dat, dat wat attractiever is, ja. en waar dat er iemand toch het geld echt uit de zakken van de mensen kan kloppen. Vandaar VLD, nee. <lacht> <lacht> nee. Maar dan, en dan, uh, dan werd er gesproken over, uh, ja, wie, kunnen we, wie is er grof genoeg gebekt om dat te doen? En, uh, dat werd hem met de vinger naar jou gewezen. Of? En toen zei Pieter Jan, die daar ook al bij zat, toen: van ja, er zit zo één en bij ons in het koor op het conservatorium en die, die loopt recht rond, of dat de wereld van hem is. Oh ja, dat klinkt enorm ken je dat is het woord ja, niet. Maar ja, ja. <laughs> ik was naar het conservatorium gegaan om het even te kaderen. Ik had ook al twee bachelor diploma's op zak op dat moment. Het hoefde allemaal niet. Ja. Ik ging naar het conservatorium onder het motto: ik wil mij niet binnen twintig jaar beklagen dat ik het niet gedaan heb. Ja, ja, ja. En ik heb daar de lessen gevolgd die ik wou volgen. mijn eerste jaar was ik dan geslaagd. En in het tweede jaar had ik zoiets van oké, okay, maar ik ga hier geen. Fuck it, ik, ga hier, ik ga hier geen drie jaar vier jaar niet meer zitten om, om dan ook maar gewoon les te gaan geven. Snap je? Ja, ik, ik voelde ja. van mij, ik heb klassieke zang gestudeerd. En dan moet je voor jezelf duidelijk maken van als ik echt grote klassieke zanger wil worden, dan moet ik het leven opgeven. Ja. Dan moet je niet meer nadenken van ik ga tot vier uur op café zitten of ik ga sigaretten roken ik ga hier. Uh, zwaar bier zitten drinken, wat al passies zijn en waar dat, ik wat dat ook enorm van geniet. Ik ben gewoon een sociaal beest. En uh, dat zit er dan allemaal niet meer in. Mm. En dat is een heel rare vieze wereld eigenlijk, die operawereld. Ja. ja? Ja, als je echt op topniveau zit, dan, dan, dan heb je eigenlijk geen leven. Dan word je afhankelijk geleefd van grote contracten, nee. dan zijn je uh, drie maanden daar, dan zit je vier maanden daar, je hebt eigenlijk geen huis meer. Je hebt ja. niets meer. Je zit volledig van je familie ontdaan dezelfde mensen die daar een goede relatie in hebben. Je hebt er een aantal natuurlijk, maar het is, al, het is alleszins geen evidentie. Niet ja. dat ik een, de klassieke huisjes-tuintjesman ben, kindje-man, maar, maar ik, ik geniet bijvoorbeeld ongelooflijk van hier in Gent te zitten en ik ben bereid om een weekend of een week op een festival te zitten of twee weken weg te zijn, dat is geen enkel probleem. Maar dat je zodanig veel op de baan zet mm -hmm. dat je niet meer thuis zit, ja dat is wel... Ja. Maar dat had wel een optie geweest voor jou, je had dat kunnen bereiken. Als ik dat doorgeduwd wil, ja. ja. Ik denk dat wel. En dat, dat heeft dan ook te maken met, met andere fact. Ik heb een goede stem, maar ik heb ook een goed postuur. Mm -hmm. ja, dat speelt ook een rol als je een meter 93 zet en, en wat redelijk mannelijk. Ik heb ook mijn ingangsexamen als altus gedaan. Ja. Uh, en dat is zeer uitzonderlijk al. Dus dan, dan, is het, uh, dan, dan is de kans reëel dat je daar kunt naartoe groeien. Ja, ja omdat dat die, ook in België zijn er niet veel. Uh... Het zijn, uh, ja, Top-altussen in Europa misschien een stuk of tien of zo, ja. O oh ja, oké. Okay. En je zegt iets van postuur, dat is belangrijk voor... Ja, als je op het podium staat, ja. ja maar <laughs> dat je ge... blijft, dat je niet wordt weggewaakt. Maar. Ja, maar nee, maar als je op het podium staat, moet je, moet je presence hebben toch. Hè? Het is... ja. Je moet niet alleen de stem hebben, maar ja. je moet ze je je kunnen dragen, je moet er ook kunnen staan in opera. Het is ook het leuke, als... ik had dus een, als altus een hoge stem, ik zat dus bij, in de hoogte. Uh, als je dat kunt combineren, dat contrast met een hoge stem en, mm -hmm. en, en 115 uur... kilo, ja, dan is dat wel fijn. Ja. Ja, je had hier wel iets moeten tentoonstellen, want ik, ik ken noten ongeveer. En ik ja, weet... maar, maar... hoor dat mijn stem dat, dat er vandaag niet zal Een <laughs> <laughs> uh, <laughs> paar siga ja, sigaretten zullen er dan ook niet te veel aan te pas moeten komen als je dat wilt. Uh... Ja, maar ja, dat, dat gaat. He. En uh, goede moet je, ik zou dat weer kunnen leren. Ik heb ondertussen nadien heb ik veel bas gezongen. Uh, maar. maar dat, dat, ja, dat is fantastisch. Dat is, dat is zo leuk om te doen. Ik heb heel graag gezongen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het... Ik had daar veel stress van. Ja? Ja, ja omdat je... Dat is iets heel raars als je... En dat stapt dan in de politiek? <laughs> nee, maar dat is... Dat is, dat is uh, als je in de comedy, als je nu vergelijkt opera en comedy, als je een mop niet goed installeert en ze komt niet binnen, dan kun je dat recht zetten. Ja. Je kunt echt tegen een zaal... Zo oprecht ben ik dan wel, dan kan ik zeggen... oei dat, was, dat is precies niet goed binnengekomen. Een ja. foutje van de firma. Plat, en terug. Sorry, mijn excuses. En ga ja. gaat terug en vertelt ze opnieuw. Kan. Kan bijzonder grappig zijn. Kun je ze ook vijf keer opnieuw vertellen. Ja, ja, ja. Ah, nog altijd niet. Jammer, nog eens proberen. Kan. Uh, zou ik ook uitdagend vinden. Hè. Maar in, in de zang dat is iets heel raars. Of dat nu iets perfect goed gezongen is, dat doorde onmiddellijk. Mm -hmm. Als daar zo één valse noot is ja, of gerateerd, dat is dat echt. dat is niet meer harmonieus, hè? Dan is ja, klaar. Dat wringt dat, 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 dat en dan mm. de afgedaan, dat is, de, de stress dat dat met zich meebrengt, dat is ja. ongelooflijk. Echt alle respect voor zangers, daar wordt, dat wordt zo vaak zo naar gekeken. van... Mm. Eh, ja, De Koen cool Wouters is toch niet de belangrijkste, want de muzikanten dragen toch alles? Nee, dat is eigenlijk niet. Als Koen ja. cool Wouters echt een halve toon miszien, dan. Hoorde dat onmiddellijk. Ja, ja. Terwijl als die gitarist daar zo zo, oei, snaarke mis. Dat, dat zit nog, denk ik, ja, te zijn dat wat zo, meer. Ja. Tenzij dat echt extreem is. Ja. Maar als je, als je solleert op gitaar, dan kun je echt super dingen doen. Maar dan kun, als, je, als je ernaast zit, kun je zeggen. Okay, Direct dan, terug, ja. Nou, nee, dan kun je, kun je zelfs in je solo dat verder nog eens herhalen en nog eens herhalen, alsof het bewust was. Snap, ja, je? dat ja, gaat niet. Ja. En zeker niet in klassieke muziek. Dat gaat echt niet. Dat gaat. Ja, is, als ik daaraan denk, ik voel dat nog. Het ik... komt al terugborrelen. Ja, ik heb dat echt een paar keer gehad. Hè, dat, je zo, dat je daar staat en je voelt. shit man. En, en nu mag het niet misgaan. En je midden begint zo te trillen. En, en je hebt je mannen... ademhaling zo niet meer onder controle. Ja. En dan, ja, lap nu dan nog. En dan sta je er echt zo. Je zou je zou in je broek pissen. Ik, de... ja. ik had... Ik, ik heb meeschrik van, uh... van mijn aria te zingen. Uh... Voor een, voor een volle Sint-Anna-kerk in vlakbij bijvoorbeeld, waar dat eigenlijk 500 man zit, dan dat ik met de domste mop ter wereld voor een vol sportpaleis zou moeten staan. Ja. Echt, maar dat zegt Stefan: dit is echt de domste mop ter wereld. Ah, en ja, kom, geef ze me. Ge geef mij. maar. Ja, ja, dat zou ik echt, ja, ik zou ah, dat. Okay. Dat vind ik niet erg. Ik, kan, ik, heb, ik heb het niet meegemaakt, of wat je nu uitlegt, ik kan er niet aan. Uh... Maar ja, ik, ik maar begrijp ik het wel mee, hoe, hoe je het schetst, en het lijkt mij dan inderdaad vergelijkbaar. Ik vergelijk het zo met een bepaalde stress, dat je bij een rijkzame, mm -hmm. dat, is, dat is, uh, je mocht perfect met een auto kunnen rijden, je hebt uren gereden, en toch stapt die in een van achter op je bank. Ja, dat is inderdaad. En, dat is, en in een, ja, nu hangt er alles van af. En uw been begint te trillen en het is om zeep. Bij aan het terugdenken, dat is inderdaad een van de meest Heb ik dat bord nu niet gezien? Mensen geweest. die, die afgestudeerd dokters in de geneeskunde, die niet door hun reiexamen geraakt nee? dat is, ja. dat, dat is, Ik vind dat vrij grappig. We zijn allemaal dezelfde. Hè? Dat is zo. <laughs> dat is of je echt eentje. supergoed gestudeerd hebt of echt niks gedaan hebt, of op 16 jaar gestopt zijn met school, dat examen, dat is dezelfde stress voor je. Dat is zo'n ja. Ik weet, bij ons thuis ben ik ook zo'n domste van de drie. We zijn met drie broers. Ik ben wel de enige die daar. Vlotjes doorgegaan is. Dat is dan misschien, ja. moet je, misschien moet je niet te verstandig zijn. Dat ik je niet te veel kunt nadenken. Dat is ook goed. Het enige wat bij mij de examinator zei: Wil je alstublieft je twee handen op stuur houden? Dat is ik, ik was echt zo vertrokken. johnny, style, johnny style. Ja, dat, was, ja. ja maar dan heb ik, dat heb ik dan opgelet. Ja. Maar dus in elk geval, dat is inderdaad een stress die iedereen herkent. Ja. En dat is een stress die jij beleeft als je daar stond op. Ja, mijn momenten. En als je aan jezelf begint te twijfelen, dan is dat echt u. Ik weet dat. dat is. Dus, ik heb daar net zo naar, naar een reportage gekeken op Netflix over die Formule 1 rijders. En dan zeggen ze dat ook hè. van het moment dat je dus, die, als die chauffeur één keer schrik krijgt, moet hij onmiddellijk stoppen met rijden. Ja, ja dat is, dat is zoiets raars. Dus mijn zingen is dat, is dat ook zoiets. En, want mijn grootste talent is eigenlijk een gebrek aan schaamte. En, en, maar voor zingen toch wel. Dat omdat, ik dat van broek, af, ja. omdat ik dat van kindsbeen af. Zo lang heb gedaan, heb ik het gevoel dat ik daar echt enorm op, uh, op afgerekend kan worden. Ja. Terwijl dat al de rest dat ik nu doe, is, vind ik heel fijn en is echt genieten, maar het is speels. Dit is speels, dit is spielerij eigenlijk gewoon. Snap dit kan echt gewoon, je dit kan echt alle geworpen. kanten naartoe. Snap je? Ja, dat, ja. Vind ik, dat vind ik heel fijn. Ja, maar het is ook misschien allemaal een beetje organisch ontstaan, de ja. andere projecten. Want als, he, als ik nu met de spiederaai doe, we nu klassieke concerten, en daar zing ik dan wel weer klassiek, maar ik kan dat dan zo inpakken van, het is wel een spiederaai, snap je? Ik kan ja. daar, moest het daar echt volledig falikant mislopen, zou ik als figuurke van de spiederaai, ja. als alter ego daar, zou ik kunnen zeggen, stop. Ja, ik moest eens weten wat ik gisteren gedronken heb, ik pak dat in en je komt er ook weer mee weg. Ja. Ja. ja, het is een kunst, maar inderdaad... Dus, op zich, heel veel spijt heb je daar ook niet van, dat je die carrière niet gekozen hebt of zo. Nee, maar wat dan is, kan nog komen. Hè? Ja, je denkt er misschien ook niet meer zo terug over na of dat dat iets had kunnen zijn. Maar ik ben nu eigenlijk, sinds, sinds uh, dat we drie jaar geleden zijn begonnen met klassieke concerten, zing ik weer meer en meer. Mm -hmm. En dat bevalt mij ongelooflijk, ik doe dat echt heel graag. Maar op deze manier dan? Maar, maar anders verpakt. Ja. Dat, dat, dus mijn, dat ik mijn eigen mijn eigen baas ben. Ja, dat vind ja. ik belangrijk. Dat, dat, nie, dat je niet wordt ingehuurd door een dirigent en een heel orkest, dat kost dan altijd een fortuin. Hè. Dan, okay. en, en dat jij dan alles aan af van die in aria, snap je? Mm -hmm. Dat is een enorme uh, verantwoordelijkheid, ja. Ja. En je zegt dat al, ik zing nu ook veel bij die verdampte spielerij. Jullie mm -hmm. lopen nog? Jullie zijn nog uh, bezig? Onze tweede zaalshow loopt nu op zijn einde. Nog, nog ja. twee shows, één in Tervuren en één in... Uh, als ik me niet vergis. Uh, of, dat is of, Nachtvorst dan? Ja, Nachtvorst. De tweede die loopt nu op zijn einde. En uh, ik ben aan het schrijven aan een nieuwe voorstelling met Vlaams symfonieorkest. En, uh, en dan aan een nieuwe, nieuw concept met de spielerij dat ook naar januari moet klaar zijn. Mm. Dus twee premières in januari volgend jaar. Ja, maar als ik me. Hè, je, je zegt nu wel, hè, ik zing en ik doe daar vooral. Ook die dingen terug. Mm -hmm. Maar het is toch het is ook veel op, op, op improvisatie, of ben ik mis? Op straat is er heel veel improvisatie en op, in de show eigenlijk ook. Ik, wil toch altijd, ook ik vind dat belangrijk. Voor... Ja, het zijn de, de meeste comedians zeggen mij: Stefan, je moet meer uitschrijven. En ze hebben daar waarschijnlijk gelijk in. Maar ik vind het voor mijzelf bijzonder boeiend om het op deze manier te doen. Ja. Uh, ik Wat vind die... Wouter de Prebe voor het geniaal goed. Ik vind echt super veel comedians fantastisch. Maar ik zat zelf, dat ligt dan aan mezelf, ik zou het niet kunnen wat dat zij doen. Mm. Alle respect om zo echt shows te gaan spelen. Elke zaal heeft natuurlijk een andere vibe, dus er zit zeker variatie in. Maar ik vind, ik vind het ongelooflijk uitdagend om, ik sta met zes man op het podium, om die vijf anderen met iets compleet nieuws. uit te dagen. Ja, om ver te leggen. Snap je? Mm. Dat, maar... dat, 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 ik denk dat ons publiek dat ook wel voelt. Mm. Dat ze naar een show zou komen kijken en dat dat. dat dat was duidelijk de eerste keer dat dat gebeurde. Ja, ja. En dat hoeft dan niet de beste humor te zijn. Of dat, maar mm. maar je, je bent deel geweest van iets aparts. Ja. Van dat ene keer. Vind ik wel heel fijn. Ja. Want je zegt het net, hè, je staat in totaal met zes, hè? Ja, met zes man. Je kan dat voor jezelf wel uitmaken, van ik vind dat tof en, en, en voor mij moet mm. dat er meer in zitten of minder uitschrijven, maar zijn die andere vijf daar dan wel ook zo meteen mee weg of met akkoord? Of, of heeft nou, ja. iedereen zijn eigen... Want dan moet er toch een beetje georchestreerd of gereg, geregistreerd worden? Er is, er is zeker een vorm van regie en er zitten ja. lijnen, hè, en, mm. en, en, en Dus het is eigenlijk uh, met cues doorgeven en dan weten ze dan, moet dat komen, dan komt hier muziek. Dus dat ligt allemaal vast. Het is niet dat er muzikaal... In ene keer, bam, dat gaat gebeuren. Nee, nee, nee. Er zitten maar... vaste rode draad uit. Ja, of, dus of, zeker, zeker, zeker. En dan zeker, zeker, kan zeker. jij daarop spelen. Maar er zijn anderen die dan misschien minder daarop spelen. Of de andere... de... <coughs> Mijn excuses. De anderen hebben ook wel iets van ja. We zijn geen acteurs. Ze steken hun graag nog weg achter hun instrument. Ja. Ook al merken we wel, als de show dan gaandeweg evolueert en ze zijn veel zekerder van, van alles wat er gebeurt, uh, dan, dan komt dat toch wel losser. Zo. Dus mm. Dat is wel tof. Ja. Oké, okay, maar het is niet dat jij ook altijd voortrouw neemt? Of, of, of? Uh, nou, dat bal wordt af en toe al een keer doorgegeven, ja. dat is wel tof. Ah, ja. 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 Okay. Maar er is nog, nog een ander idee dan, dat op de proppen zit, maar op de shelf ligt dat ik er al jaren wil uh, afnemen. Mm -hmm. Dan wil ik echt zo echt een ganse voorstelling maken, puur, puur, puur op improvisatie. Ja. Maar dat is uh, nog topsecret. Uh, ik wil dat idee nog niet weggeven en dat is ja, zo. Da -da. Dat is, ja, dat, 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 dat is echt iets waar ik vooral mijn management moet van overtuigen, van kijk, ja. ik wil dit echt doen. Maar dan ook wel mee, met die verlamde spelerij. Ja, hmm. en wat ja denk het management is, is enorm bang ervan. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar ja. Hoe is zo'n monster? Nee, nee, maar is, ik ben bijzonder tevreden van Valerie en Leslie en, en de rest die erbij zit. Maar, maar het is, het is uh, ja, ja, soms moet je artistiek... Ik vind altijd, ik, ik heb echt nood aan uitdaging. Mm -hmm. Ik wil niet standaard nu zomaar een derde show maken. Ja. Ik, ik wil graag iets maken waarvan iedereen zegt, je bent zot. Mm -hmm. Oké, okay, dat ga ik doen. <laughs> ja. Dat vind ik leuk gewoon. Ja, ja. Het, is, het, is, het is moeilijk. Gaan ook. Allee, ik wil zeggen, je kunt het niet maar altijd... Maar ik wil het mezelf gewoon ook moeilijk maken. Ik wil, mm. ik wil iets zeggen, dat, dat kan niet. Ik wil, ik wil ook durven een boot in gaan. Dat vind mm. ik heel fijn. Oké. Okay. Durven afgaan, dat is, dat is het begin, ja. Ja, en je zei het daarnet al, ik ben eh, aan het werken wel aan. Uh, voor het volgende dan? Ja, voor de, voor, met Vlaamse Sinfonieorkest maken we een kindervoorstelling. Mm -hmm. Vorig jaar de familievoorstelling. Uh, vorig, vorig jaar heeft Rafalsgaard dat gemaakt. en nu maken we dat met de spielerij. wat ik fantastisch vind. Mm -hmm. hè, want uiteindelijk zijn wij door de klassieke wereld toch. als we begonnen, allemaal klassiek geschoolde muzikanten. Uh, als we dertien jaar geleden op straat begonnen, dan werden we toch wel een beetje verguisd. Wat ga je hmm. met je talent op straat gaan lopen? Ja, die wereld ja. sluit zich dan zo af. Wij doen daar niet aan mee. En dan vier jaar geleden maken wij ons eigen klassieke concerten, Trekken we nu volle kathedraal en over heel het land doen we klassieke concert. <laughs> en dan is dat echt wel zo'n dikke medevinger: kijk, jong, hier. Ja. En dan vind ik het nu fantastisch dat nu het Vlaamse symfonieorkest echt naar ons naartoe komt van zouden jullie mij ons willen een voorstelling maken? dan gaan ze echt zo, bam, nu komt er zo binnen. <laughs> je heb dat zo ook zo cool even zo de bot afgehouden. Zo, eh, moet ik toch even zo over nadenken nu? <laughs> nee, nee, dat zeg ik wel, nee, gewoon, zeg ik wel echt direct. open direct. Ja, ja. ja, als je die kans krijgt, dat is wel fijn. Ja. Er zijn niet zoveel grote professionele orkesten in ons land. En als die dan vragen van, willen dat doen? Direct. En dat je echt carte blanche krijgt van, kijk, maak dat. Er? Ja, vind ik wel geestig, ja. ja. En wanneer, wanneer mogen we het vragen die gaat in première in januari 2020. Ja, ja. en is er al De titel is er Tietel. niet. Maar het is wel... In hey, mijn hoofd is het klaar. In je hoofd is het klaar. Ja, zo in werkt, het. Ja, zo werkt het altijd. je al iets tezen. Iets... Ja, het, het, het is echt een familievoorstelling. Dus, er zit heel veel klassieke muziek in. En het gaat over... Ik wil eigenlijk... Eh, dus de, de volwassenen komen... De ouders komen met hun kinderen. En ik wil de volwassenen mijn slecht gevoel naar huis sturen. Ja, dat is het systeem. Mm. De opvoeding... Dat eigenlijk, want dat, dat eigenlijk, ik ben zelf vader van een vijf jaar, mijn, mijn zoon Casimir is vijf jaar en een half. Casimir? Uh, Casimir. Casimir. Ja. Kaz ja. Uh, en, uh, dus ik vind dat fijn. We wilden hem eigenlijk opvoeden. En eigenlijk neemde zijn kinderlijkheid daar altijd een stukje bij beetje af. Ja. En terwijl dat eigenlijk zoveel mensen hebt die dan. Oh, je zegt dan, ik ben nu 36 jaar, maar ik, ik voel me nog heel jong en ik, ik doe nog heel veel gekke dingen, dus dat vind ik wel tof. Maar ik zie rond mij zo heel veel, vijf, zesendertig jaar, en dan is het gewoon... Heel serieus. oerzaai. gewoon. Ja. Ja, en dan is het, je kind, dat, dat is toch, het is gewoon tijd, man. Ja, ja, dus zo die, die kinderlijkheid wat te voeden, te ja. blijven voeden. Ja, of, of die dan moeten uh, 300 euro uitgeven om zich dan als een kind te gaan gedragen op Tomorrowland. Ja, snap ja. Het? Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is... Terwijl het, dat, dat ook gewoon... misschien uh, met Marcel een nimpje gewoon. Ja, maar ja, je moet gewoon je moet oppassen met opvoeding, gewoon erover ja. gaat. Of, of terwijl je ze opvoedt, leer kijken naar je kind, hoe schoon dat is. Ja, er mee van genieten. En ja, een als, als, dat, als aan... dat zo En niet alleen de schattige foto als het een vol spaghetti zou zangt. Nee, ook, ook als het weer te lui was, voor zijn, voor zijn gat goed af te kuisen. Dan zie je, oh verdomme, slobe, die, dan, dan kunnen ze zeggen, alleen maar is dat hier kunnen zeggen. Ook, dan kunnen zeggen <laughs> dat moet ook niet plezierig zijn om de hele dag rond te lopen. Dat kan ook. Ja. <laughs> Oké, okay, ja. en das, die filosofie zit een beetje verpakt in. Uh... Ja, en dat dan aan de hand van een, een rivier daarover gaat. Ja. Mm. Leven, volgens, volgens mij is het leven een bergrivier. Ja. Ah, ja. Die dan zo uiteindelijk uitmondt. En hoe ouder dat je wordt, hoe groter de last dat op je schouders ligt. Hoe groter de schepen dat je moet dragen. Oh, ja. Om dan uiteindelijk. Uit de monden. En ja, op zoek te gaan naar je vrijheid. Hè. De monding is je vrijheid. Hè. Dat is wat dat veel mensen dan denken: van ik ga Hans mijn leven hard werken, hard werken om dan de vrijheid te vinden. En dan zijn ze of al dood, of krijgen ze kanker. Of uh, eigenlijk, wat doet de rivier? Die mondt dan uit in de gigantische massa, er is niks te vinden. En dan heb ik het gevoel dat als ze dood zijn, beseffen ze pas: van godverdomme, ik had veel langer kind moeten zijn. En dan de golven schuimbekkend tussen de billen van een kind op het strand. Zo. Mm. Gewoon weer sterven. Dat vind ik, dat is, dat vind ik het schoonste. Ja. Allee joh, knap gewoon geschetst, zo hier eventjes. Hè? Mm -hmm. Daarover gaat het gaan. Ja. Tegenwoordig is zo, iedereen is altijd op zoek. Ah, zo. oh, ik wil nog dat, ik wil nog dat. Daar is niks te vinden. Mm. Stopt. Mijn beste beslissing, dat ik in de afgelopen tien jaar genomen heb, is gezegd, ook al gaf ik heel graag les, ik ga daar nu gewoon mee stoppen. Maar ik ga je tijd direct nemen. Maar dus het direct volledig gestopt of zo Ik afgebouwd. heb eerst afgebouwd en mm. dan gezegd, ja, dan is het zo angstig, hè? want hoe en uw zekerheid en u daar en hoe zou je dat doen? Mijn ouders ook, die dan zeer traditioneel zijn daarin, en van ah, dat toch niet opgeven. Jawel, dat is mijn beste beslissing ooit. Hm. Ik stop gewoon en, en ik geniet. Ik kan echt mijn mooiste momenten van de dag zijn als ik van de morgen mijn zoon gaaf zit en dat ik al die andere ouders zie jagen en dat ik denk, oh, weet je, ik ga straks echt koffie zetten en daar rustig van drinken. Ik verdien misschien veel minder dan die een handelsingenieur die zijn een klein over de draad heeft gesmeten. Bij wijze van spreken. Maar die koffie is mij. Die rustige koffie die is mij ook wel duizend euro waard in de maand. Ja, en dan vooral. Ik ben, ik, nu word ik wel zwartgallig misschien. Maar ik heb de laatste maanden heel veel jonge mensen rond mij verloren. Uh, en uh, ja, dat, waardoor dat ik enkel nog meer gedreven word in jongens. Genieten. Er is niks. Het heeft geen zin dat je heel jaar werkt om dan drie weken in Cambodja in de broes te gaan lopen en naar arme kindjes te gaan kijken. Snapte? Daar is niks te vinden. Geef liever een van dat bedrag aan Cambodja en blijf hier. ga drie, drie keer in het jaar naar, naar Dardenne. Dan ga je wandelen. Pakt je een goede pint? Er is ook een broes, in Dardenne. Wallonië heet dat. Maar... Uh, <laughs> <laughs> nee, maar... maar, maar ja, ik, ik ben iemand die mijn geld uitgeeft, maar ik ga veel... Ah nee, ik doe dat graag. Ah, ja, ja, ja. Maar en dat hoeft niet... joh, niet commisielijn nee, nee, nee. Het moet gewoon lekker zijn, hè. Stoverij met friet is goed. Ja. Stik is nog beter. Mm hm als het maar, ja. maar, maar mijn Frit is <laughs> en daarachter niet drinken. Ja. Ja, zo heel rustig, ja, ik weet het niet. Ik ja, klinkt zo filosofisch, hè. dat klinkt helemaal niet als een comedy Maar nee, maar het, is, klinkt... het is wel een manier om in het leven te staan, denk ik. Ja. Je klinkt gewoon down to earth, gewoon en op het gemak en, en, en... Ja. bewust. Toch wel. Ja, bewust. ja, ja. Ik, hoop het, ik hoop het. Ik ben gewoon, ik ben echt ontzettend tevreden. Ik ben een supergelukkige mens. Amai, en als ik dan kijk rond mij. Dan... En ik ga het materialistisch gaan bekijken met, mijn, met de vrienden. Dan heb ik eigenlijk niks. Ik krijg mijn oude geblutste auto. Uh, ik heb een brommerken, onder 125 cc. Dat ik vrij content van ben. Dat ik 1300 euro ga geven. Ik kan trots zijn dat ik op het kaartje van de VLD sta. Mijn hemd van 9,90 euro. Kan ik bijzonder blij mee zijn. Dat maakt mijn kaartje voor mij nog veel meer waard. Snapte mij? Dat is zo. Omdat je Daarmee moet je leren gelukkig zijn. Ik zeg niet dat we in armoede moeten gaan leven, nee, helemaal niet. Want ik, heb, ik ben bijzonder blij dat ik meer heb dan... Echte armoede ken ik niet. Daar mm -hmm. ben ik ook ongelooflijk bang van. Mm -hmm. He, dat is de grootste angst dat je hebt als je zelfstandiger wordt. Is van moet maar een keer allemaal stoppen. Oh, ik vind dat wel leuk, zo op het einde van de maand goed krabben. <lacht> ja... <lacht> ja, ik ken dat niet. Dus die ah, ja. dat, dat ik zoveel over heb, maar ik... ik bij mij is zo de leuze: ik, ik, ik factureer drie keer op een jaar een grote berg. Yeah. En ondertussen blijf ik maar werken, werken, werken. En dat komt dan in de spielerij VZW. Want dat systeem zijn allemaal zelfstandigen. Maar er moet een structuur zijn, want anders mag het niet van de wet. En daar zit dus een berg. Hè? Daar kan ik dan, als ik nood heb, kan ik daar factureren. Ja, dat kan, kan je opbouwen. Dat kan je opbouwen. Altijd te laat natuurlijk. Maar dat is, dat is zo. Ja, ik, ik, fact, ik wil zo weinig mogelijk tijd verliezen achter een computer. Mm. Dus ik, ik schrijf drie keer per jaar mijn factuur. Ik heb gelukkig geluk mensen die dan dat voor mij doen. Hè. Dus mm -hmm. die, die alle facturen, die maken dat geld binnenkomt en zo. Dus dat is een heel goed systeem. Ik werk met Cirque in Gent samen. Dat is fantastisch ook om daarmee mogen samen te werken. Uh, ja, ik heb, dat, ik heb het goed geregeld voor ja. mezelf. Je ja, moet uw financiële dingen nu niet ja. uit de ja, doeken ik, doen. Ik kan het maar iedereen aanraden. <laughs> ik betaal aan anderen om dat te doen. Dat ja. vind ik wel geweldig. Ja, ja. Dat, dat is ook het liberale systeem. Ja. ja. Allee, goed. Nee, uh, geen zorgen, je klinkt, klinkt niet mega filosofisch of zo, dus uh, no worries. Dat is goed, maar ja. 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 Nee, ja. Dan het ben is ik okay. blij. Dat het niet alleen moppen vertellen is of zo, want het is comedy-ding en zo. Ja, voilà. Kun je kunt geen mop vertellen, natuurlijk. Ja. Ik heb mijn grootmoeder uh, mij al de jaren een boekhakkie gedaan. Oeh, Je moest haar gezicht gezien hebben. Dat is, een ja, dat is een goeie. Maar ik was nu niet benieuwd naar uw moppa, ik ben nog steeds ja. benieuwd naar uw operastem. Maar ja, bon. Mm -hmm. het, 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 het gaat niet, hè. Je hebt het al gezegd, hè. Het is... Ja, ja nee, dat hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Okay. Omdat maar... je dat niet kunt kaderen, weet je. Je, kunt, je, hebt geen, je hebt geen geluid die erachter zit, je hebt geen begeleiding, komt zo anders waarover. Maar waar ik u wel voor kan gebruiken, is voor het volgende... Het is tijd voor Comedy nieuws, mm -hmm. En daar mag wel een schone jingle bij. En uw timbre kan dat wel aan, denk ik, hè? Dus, jij zo... ik zal zo. Drrr, het is tijd voor. Comedy Nieuws. Als jij dat kunt. Comedy <coughs> <coughs> Nieuws. Niet twijfelen. Xander de Rijke heeft ook niet getwijfeld. Die uh, is terug met een stand-up-tour. Die aangekondigd. Fantastisch, goed voor Xander. <laughs> Leuk ja, voor hem, hè? Ja, dat is zeer fijn voor hem. Wist je het? Of wil je het uh... zwaaien? Uh, well, hij, zit ook, hij zit ook bij hetzelfde management als ons. Uh, ik weet dat ze zeer hard aan het werken zijn. En, mm. en Xander is iemand die. dat is een, dat is een harde werker. Die mm. wil veel dingen doen. En ik ben heel blij voor hem dat hij dat ook kan doen. en dat hij volle zaal trekt. Dus het is ook bijzonder grappig. Ja. Met zijn eigen, eigen stijl en zijn eigen publiek. Ja. Ik vind dat geweldig. Ja. Ja. Maar nu was het al eventjes geleden. Um, dat, hij, allee, dat hij terug is met echt gewoon zijn eigen stand-up-tour. Mm -hmm. het, uh, het is allemaal veel te doen geweest rond zijn conferenties. Dus. Allee, ja, die zijn ook heel fijn. Hè? Dat vraagt ook heel veel tijd en werk. Om ja, voilà. Vijf. Dus dan kun je er moeilijk veel andere dingen bij nemen. Maar dat zit er nu op. Um, dus heeft hij weer tijd en dan kondigt hij bekend en bescheiden aan. En heeft dat heel mooi aangekondigd met een prachtige tekst waarbij hij jou aanspreekt. Iedereen, hè? maar ja. jou. Mm. Hey jij, hoe lang is dat geleden joh? <laughs> Zo, op die manier. Dus het is wel leuk. Bijna drie jaar of langer is het geleden. En nu is hij terug. Hij uh, heeft al toffe zaaltjes gereserveerd. waar, dat de, waar dat hij dan zijn ding gaat doen. Ah, heel Spannend. Fijn, heel fijn, heel ik ben zeer benieuwd. Ja. Spannend. Nog een feest, uh, de Maker Fair in Gent? Ja. ja. Het is, daar ben ik, daar ben ik uh, van op de hoogte. Ja. Ja. Ben je van op de hoogte? Oh ja, Henk Rijkaart uh, zit daarachter ja, zeker. Zit daar en, achter. en Lieve Scheiden zal ook wel wat meewerken, denk ik. Ja. Uh, ik ben zeer benieuwd. Ik weet dat dat voor Henk al een hele tijd iets, wou, iets is wat dat hij wou gaan doen. Mm -hmm. En uh, ik ben blij dat dat, dat, dat rondkomt, zo. Dat, 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 dat ze dat kunnen afronden en dat dat nu er gaat zijn. Ja. Ik denk ook dat dat een meerwaarde kan zijn voor Gent. Ja. En ik denk ook dat dat door het feit dat je dan twee dat soort figuren hebt die dat doen, dat dat ook mensen van echt van ver buiten Gent... Ja. Twee gezichten die er goed over nagedacht hebben op voorhand, dat uh, dat, dat goed gaat werken. Daar ja. ben ik echt van overtuigd. Want het, het concept bestond al enigszins. Ja, zeker. In, het is het is in niet Eindhoven al? Ja, ja. Het is zeker niet vreemd, maar, nee. maar hier bij ons nog niet. En nee, nee, nee. Ze hebben het, je moet, het is helemaal niet verplicht om door een water uit te vinden. Laat ons daar even duidelijk over zijn mm -hmm. uh, Maar ik uh, ja, ben heel blij dat dat uh, hier in Gent dan ook nog eens is. Of ja, in in Gent. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Ja, ja want uh, voor de mensen die het niet kennen, de Maker Faire, dat gaat een soort stoet zijn van allerlei creaties. Allee, stoet. Het gaat zich afspelen in meubelfabriek in Gent. Mm -hmm. In Gent. 3, 4 en 5 mei zal het ja. uh, zijn. Goeie weekend hè, voor de meeste mensen met die feestdag daar ergens. Van de ah, ja, maar ik ben een zelfstandig. ik werk op meeste mee. Ja. Moeten ja. socialisten toe lopen. Ja. En uh, in elk geval, um, ja, daar gaan coole projecten, ideeën, robots. Ik ga er mij het zotste bij voorstellen. Gaat er allemaal uh, zijn, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er zo de, de mensen rond Henk zijn de grote knutselaars en dan de mensen rond uh, Lieven, wetenschappers, uh, robotica. Der, dat als gaat... je dat Dergelijke mensen bij elkaar kunt krijgen. Echt iets vreegeestigs maken, ja. ja. Nu, er waren wel inschrijvingen <kijkt> voor hoor. Uh, mm -hmm. Je kon als je maker was of je had een idee, je kon je inschrijven. Die zijn helaas wel al afgelopen. Maar je kan nog altijd wel deelnemen aan mm -hmm. zo de builder days. Ja. Ik stel me dan voor dat ze wel al die ideeën tot uitwerking moeten krijgen. Daar hebben ze mm -hmm. wel altijd extra breinen en handen mm -hmm. voor nodig. En daar kan je wel, allee, kan je nog wel voor registreren. Dus uh, voor alle mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, zeker, zeker doen. Ja, uh, ik ben niet zo'n handige mens. Nee? Nee. Oei, is dat mij op de vinger gekloppen en zo? Ja, nee, maar ieder zijn, ieder zijn stijl zeker. Mm. Ja. Uh... Maar jij, lijkt mij wel het type dat dan ook wel de maffe ideeën heeft, hè? Maar dat ja, de dat uitwerking. Wel, dat wel, ja, dat, dat doe ik heel graag. Ja. Mm. De bedenken ben ik, voel ik mezelf zeer mm. sterk in. Shit, dan had je die vorige inschrijving eigenlijk moeten hebben? Ja, het is er niet vaak komen. Ja, bij mij is dan het zomerseizoen is echt dan vol een bak op gang, zo. Ja. Dus uh, dan. Zitten we daar vol De spielerij loopt dan echt in het zomerseizoen. Maar mm. een keer dat de paasvakantie gepasseerd is, is dat vol een bak. Ja. Mm, ja, ze ja, elk ja. weekend aan het spelen. Ja, voilà. Dus 3, dus, 4 uh... uh, mei, 5 mei is al na de paasvakantie, dan zit je inderdaad een beetje druk. Maar, uh, voilà. Ja. Moest het je. Allee. Dus jou gaan ze daar ook kunnen spotten in elk geval. Uh, ik, ga zeker, ik ga zeker eens gaan kijken, ja, zeker. Voilà. Spannend. En dan zitten we aangekomen bij tip van Tom. Maar. Er is geen tong. Het is super vandaag. Maar het is eigenlijk ook niet trist. Want. Voor de eerste keer zit hij Pepijn. Die gaan nu echt de microfoon ja. uh, ter hand nemen. Wacht, en... wacht, wacht. Magie, hoe zou zijn stem klinken? Hoe zouden mensen benieuwd zijn naar Pepijn? De man? Mij, Pepijn, dat klinkt toch zoals. Als een, als een... Hoe klinkt... Ik vind dat dat een, een klein is. Maar ja, of dat je te maken met mijn broers en oudsten, noem Pepijn. En die is nog niet zo groot, dus misschien. Dus jij denkt zo meer een kindachtige stem. Pepijn, ja. los je stem. Uh, Oké, okay. <laughs> ik weet niet hoe dat mijn stem klinkt. Kijk goed man. Niet zoals uh, Tom of Steven. Uh, ja, Stefan. maar heb jij een operaopleiding gehad? Nee toch? Nee, ik heb wel negen jaar klassieke muziekopleiding gehad van wow. een muziekschool DKO. Uh -huh. Piano? Maar en zang ook moeten doen? Piano? Ja, dat moet je Lotte doen. Leren, je moet altijd, zingen. Je moet altijd zingen. Je moet altijd zingen. Ik heb ook in een koor gezeten. Nou, kijk eens aan. Jij nee. zit hier eigenlijk de vreemde <tie> ja, in Ja, ik ben van Antwerpen. Ik ben nooit gedoopt geweest. Ik heb ik nooit klink, een voet komp, in een kerk gezet, met excuses. Kom wij doen een podcast. <tie> <Z> <tie> het oh, is hier weer met en... discriminatie van de Ja, het heeft niks met je geslacht te maken, maar met je afkomst. Oh, klootzakken. Je kunt sommige, zeker in de klassieke muziek, kan het mensen horen zingen en zeggen, oeh, dat gewoon. Zelden ben ik daarin mis, dat dat... Je kunt de postuur van die mens afleiden van, van het geluid. Hmm. Niet altijd hè? niet altijd. Shit, ik had er zo oefening in zoals een leuke oefening om dat yeah. te testen. Ook zo, bij, bij comedians kun je dat eigenlijk zelf ook doen. Dat ja. ik een keer grappig vind. Om zo, wat voor iemand is dat als je die zijn stem hoort? Dan kun je hmm. En dan hmm. merk je ook dat er heel veel... Comedy zit in als dat niet overeenkomt. Mm. Nee, ja. <laughs> nu, we zijn uh, een beetje aan het uh, afwijken. Want we zaten bij de tip van. Maar dat ga ik nu veranderen en we gaan daar een nieuwe jingle voor maken. Voilà. De tip van. <coughs> Peppi. Pepijn, Peppi, hè? Hey? Uh, ja, maar ik heb niet echt een tip. Maar iedereen die mij aanspreekt over live comedy, zeg ik dat we naar de beste ter wereld moet gaan kijken. En dat is Eddie Izzard. Is het waar? Dat vind ik wel. Ja. Of naar Dylan Moran, maar dat is de nummer twee. Dat en Bill Burr is de nummer drie, maar Eddie Izzard blijft mijn absolute favoriet. En het is zijn laatste show voor een tijdje, want hij had hij in de politiek. Oh hier. Kijk Alleen al. uh, al uh, de, de, de grote. Ja. <laughs> dus <laughs> na, na 24 jaar stand-up uh, wou hij voor uh, burgemeester gaan van Londen, mm -hmm. maar hij is Content over de nieuwe burgemeester in Londen. Dus gaat hij opkomen voor de Labour Party in Engeland. Wow. Dus nu even in Turken, wonderbaar dat hij gemaakt heeft in Duits in Berlijn. Dat moet dan ook doorgekomen worden voor mm -hmm. een Brexit dan? Of... Ja, dan heeft hij dat vertaald naar het Frans, heeft hij afgewerkt in Parijs. Nu heeft hij dat vertaald naar het Engels en toert hij ermee in het Engels. Oh, okay. Super cool, stoer. Dat is een hele stoere meneer. Die heeft ook al in het Spaans gespeeld. Die mm -hmm. heeft al hele toernooien gedaan in het Frans ook. Die wel nu nog Russisch en Arabisch leren. Zot in het Spaans ook? Ja, het Spaans heeft hij Arabisch. ook al. Ja. Dat stond vandaag in een artikel. Zijn dat niet cool. te slim voor het parlement? Ik denk dat hij een beetje te slim is, ja. Pas op, ja. Dat, ja, dat dingen, je zegt, uh, is het Pieter de Krem ook, hè? Spreekt ook zo Italiaans en Spaans en, en, ja. en van alles, hè? Oké, okay, dus het wil niet zijn. Oh ah, nee, 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 <laughs> nee. Vresympathiek in tip trouwens. Ja, ah, ja oei. Maar het ja? is slim. Die zal ook zeker stress gehad hebben voor zijn rijexamen dan. Ja, voilà. voilà. <laughs> zeker ja, de dus Dat was mijn leopard, <laughs> <laughs> Maar en uh, passeert hij nog? het komt op, uh, dat weet ik toevallig heel goed, want dat is mijn job. Uh, hij komt op 23 april naar Antwerpen, naar de Stadsgoedburg. En op 24 april naar uh, Circo Royal in Brussel. Wow. En er zijn nog een beetje tickets voor. En je gaat hem ontmoeten? Ik ga met en ik ga mijn een boek? boek signeren dat ik heb van hem, Believe Me. En eh, er is ook een extra A0-poster dat hij gaat signeren en die dan levenslang in mijn living gaat hangen. Weet u lief dat al? Ja, mijn lief, mijn lief is bijna groter van dan ik oh, zelfs. Dus de enige reden dat ze bij u gaan blijven is de poster. Misschien. Ja, <laughs> of als ze hem ook al is, <laughs> 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 is geen probleem. Je moet eens weten hoeveel posters dat bij mij hangen. <laughs> Alright, goed. Ah, wel, je hebt allee, mij alvast warm gemaakt om naar het te gaan zien. Is het is een beetje. Yes. Insgelijks. Dus ik hoop. It's a date. Voilà, alweer luisterers. dat it's a date. Pepijn heeft het jullie deze keer voorgeschoteld. Hoe, hij deed dat goed? Ik vond het heel goed. Ja? En ook aangenamer als Tom eigenlijk zo. Ja, hopelijk <laughs> well. hoort Tom dit niet. Hè? Ja, we hebben uh, ja, dat eigenlijk ook zonder zijn uh, toestemming. Even executive decision. Zou je dan nee, dat maar niet willen luisteren? Wie gaat de verantwoordelijkheid nemen? We zullen dat nu weten. Tom, luister jij hier naar? We checken. SMS dan? Ja. <laughs> Kilimanjaro is een berg. Naar? Naar. Ik ga me nummer niet geven. Naar Pepijn. Ja. <laughs> naar Pepijn. Voilà. En dan mag deze... ook niemand naar Tom sturen. Je moet Kilimanjaro is een berg? Ja. Oh, wat ja anders ja. dat betrokken zijn. <laughs> Ah, voilà, de instinct. Maar we zijn in elk geval blij. zeggen in de snood, doen we aan stemvervorming of zo. Hè? Dan zeggen we, we vinden daar wel iets op. Komt goed. Maar voor mij hoeft het niet. Het was Anonyme. perfect. <laughs> Anoniempje. <laughs> ja, ik weet niet meer welk jaar dan je geboren. Anoniempje 1989. 89. <laughs> wel, dik bedankt, Pepijn. Graag gedaan. Anoniempje 1989. Stefan. Jawel. We zijn al aan het einde toegekomen. Ja, is dat al? Ah, ja. Maar het leuke is wel. Dat ik het in Nelf nog niet heb kunnen vertellen. Dat is ja. het jammeren. Dat ja. is het kotige, Maar dat, maar dat de, is ook een reden om terug te komen. Voilà, dat kan een leuk gevolg zijn dat je er misschien mm. nog eens bij komt. Misschien dan als iemand anders nog eens langskomt, dat je erbij komt. Maar zeker, met graag. Ja. Het moet niet zo ver hè? Nee, ongeveer. Ik ben toch wel drie minuten onderweg. Ja. Ja. Oh, ik heb juist al mijn helm Keihard het? Dat... op de elektriek beentje. Ja, zo dat elektriek beentje. Ja. Um, maar ik mag nog wel iets leuks doen. En uh, kan jouw hulp dus gebruiken. Het was mm -hmm. al uh, een beetje daarnet gevallen. Ik kan nog tit -tik -tiet tieten weggeven. Ik kan nog tickets weggeven voor Otto-Jan Ham zijn show. Hoeveel kilo moet het moet Kilo of per, per, tot op de gram... Hoeveel pakjes boter heb je nodig om mij te wegen? Klein oh, pakjes boter. Een ah, kartje welk... kilo, hè? Ja, oké. Okay. Ja, als so. je pakjes boter van een kilo pakt, dan is het echt idioot Dan kun je even goed het gewicht vragen. Ja, ja. nee, nee. Nu nee. vraag dan de mens: hm, doe nog een keer maal vier. Pakjes boter van 250 gram. Pakjes boter van. Ja, een ja, okay. kartje kilo, ja. Kartsje... Ja, ik ken dat niet, sorry. Ik ben niet dat is ook mijn straatjatengroep. Heel goede groep. kartje hm. kilo. Voilà. Kartje kilo. Mm -hmm. uh, hoeveel kartjes kilo's? <laughs> kunnen in het gewicht van Stefan De Winter. Voilà. Hoeveel pakjes boter, dat is ja. de vraag. Ja. En eigenlijk is de truc dat je het moet horen naar jouw stem. Dat was de opdracht, ja. Ja, oké. Okay. Als je het antwoord denkt te weten... Nu gaan we niks binnenkrijgen, hè, dat weet ik dus <laughs> Als je het antwoord oh, denkt te, te weten... Dan moet je de kaart naar mij geven. Ja. <lacht> ja. <lacht> Want je... ik, kan wel, ja, ik zal misschien wel goed kunnen antwoorden. Ah, voilà, voilà. Je moet het ook wel insturen dan. Hè. Dan mag je het insturen naar podcast.livecomedy.be. Jij okay. ook dan, Stefan? Podcast. Of uh, voor dat live comedy.be. Ja. Doe dat misschien onder het mailadres van je vrouw, dat het toch een beetje lijkt alsof dat jij vriend bent. Hè? Ja, ja. ja oké. Okay. Of sorry, vriendin. Stefan, heel erg bedankt. Ja, het was, het was een fijne ervaring. Ja. Ja. Oh, ja, ja, ik toch? Heb, ja, ik heb ervan genoten. Ja. Oef, want ik had evenveel veel stress zoals voor mijn gezamenlijk, Nee, is niet waar. <laughs> nee, het zijn wel, maar ook zoals ze wel aan het zweten ja. Ja, een beetje. Een beetje. Goed. 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 Goed.